Kurt op de trein. Klinkt simpel, maar Kurt zit in een rolstoel en dat maakt het meteen al een pak minder evident. Deze week is week van de mobiliteit en Kurt die heeft zich kwaad gemaakt op Facebook. Op deze madame, Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS. Zij beweert dat België een voortrekkersrol speelt als het gaat over toegankelijke treinen. Bullshit, zegt Kurt. Ik ga niet akkoord. Hij wil mij uitleggen waarom en daarom volg ik hem vandaag van Kortrijk Centraal naar Gent-Sint-Pieters. Dag Kurt. Hey. Ik volg, hè. Right behind you. Je maakt je nogal tempo. Oké. Okay. Mag ik volgen? Oké. Okay. Wat ergert u het meest aan elke dag de trein nemen? Dat de laatste jaar helemaal niet verbeterd is. Het is nog erger geworden. Ik kan maar in 1/4 van de station afstappen. Er is maar 1 op 4 van de stations waar dat jij eruit kunt. Ja. Dat is lastig. Ja. Stel je voor dat je heel graag op uitstap zou willen naar Langemark Poelkapelle. Dat dan niet gaat lukken. Zwevenzelen. Uitgesloten. Nee. Al die mooie kleine Vlaamse gemeentes die je mist. Ja. Verboeg het. Al een probleem voor mij. Ik kan niet zomaar dansen. Dus ik vind dat openbaar vervoer. Zo, dat moet je opvangen. Maar een tegendeel. Welkom aan boord deze trein. Is dit trein met bestemming Walkenraad? De harten zijn. We kunnen nog naar Walkenraad. Maar kun je daar afstappen? Dat is de vraag. Wat ik een straffe quote vond uit uw open brief was: ik voel mij een derde klasse passagier. Ik voel mij meer voelen die op en af de trein. Ik heb graag daar aan gewoond, maar eigenlijk is dat niet gewoond. En dat begint me tegen te steken. Eigenlijk wil hem zeggen dat begint serieus met kloten met haar. Ja. Je bent heel kwaad, maar je bent wel heel beleefd. En je hebt aan mevrouw Sophie Dutordoir gevraagd om samen met u eens de trein te nemen. Ja. Misschien kijkt ze ook wel naar dit filmpje, Kurt. Ja. Dan kunt je haar nog een keer adresseren. Sophie, als je kijkt, Kurt heeft een korte boodschap. Ik verwacht actie. Actie, Sophie. Het goeie is, je hebt je kandidaat gesteld bij Sophie Dutordoir als haar persoonlijk adviseur. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Sophie Dutordoir zich geen beter adviseur kan wensen als u, Kurt. Ik hoop dat het u lukt, een man. Een toploon erbij. Ja. Een bedrijfswagen met een chauffeur. En dan kan die een trein ontploffen, dan pakt het die je gewoon nooit meer. Ja, ja, ja.
denk dat er vandaag op het bureau van de NMBS gezegd is, die je Kurt zijn een brief. Heb je die al gelezen? Ja. En dat is wel zalig, dat je dat al hebt kunnen doen. Ja. Kurt, goed thuis, hè? Ja, ik ben Salut, hè. Kom hier. Ja. Merci, hè. Ja.